Hey en welkom bij de Forest aflevering 4. We zijn nog steeds op zoek naar aloë. En ik heb gelezen op internet dat die in de buurt van die boot zou moeten te vinden zijn. Maar eerst gaan we hier eens kijken. We hebben iets gevangen. Dat was niet echt de bedoeling. Dus die eekhoorn terug vrij te laten, maar goed. Dan moeten we nog eens uitzoeken hoe dat moet. Dus we gaan op weg terug richting... Het zal op de kliffen ten oosten zijn. Dus dan gaan we het maar opzoeken. We hebben honger, dus we gaan eerst een hapje eten. En voor de zekerheid... Maar dan denk ik ook nog iets eten. Zo. Dan gaan we wel lopen. In de richting van waar we denken dat het moet zijn. Het zou bij een grote boom zijn die je niet kan omkappen. Nou, daar is er hier eentje van. En we hadden er dan ook daar wat verder in gezien. Dan gaan we eens bekijken. Uitrusten. Daar is die boom. Misschien hier in de buurt. Zie ik niet meteen iets staan. Zou het kunnen zijn. Kijk, nee, dat is gewoon gras. Gewoon gras, dan zoek ik wel verder. Hè. Gewoon gras. Aloë zou staan in de buurt van water, dus. En hier bij de boot zou er wel van moeten staan, zeiden ze. Hier is even in de buurt rot zoeken. Hier onderaan zoeken of bovenaan. Hier komt een mooie open locatie. Staan we van die beelden. Bessen. Wel beter eetbaar. Cornflower. Ja, weg ermee.
steeds geen aloë gevonden. Toch echt wel zoeken naar die gold. Kutjes, misschien eens het kompas erbij nemen. Ja, het moet hier in de buurt zijn, ze zeiden ten oosten van het jacht. Bij die boom die je niet kan omkappen. Wel, ik denk dat dat deze moet zijn. Maar ik zie niet meteen aloë staan hier. Wat dat wil zeggen. Het weer onweer. Onderaan kijken misschien. Water, eerst gaan we op de kring hier nog wegkappen. Eens kijken, een veilige weg naar beneden zoeken. Dan gaan we best helemaal terug gaan. Oosten van het jacht zijn ze, dus dan moeten we misschien toch weer naar de andere kant. Nogmaals op het strand. Moeten hebben. Dat is natuurlijk ook altijd wel handig is. Geen aloë. Dus aan de andere kant daar kijken. De flesjes nog oprapen hier en dan medicijnen.
zoals je weet, op zoek naar die aloë en dat neemt echt wel veel tijd in beslag. Andere boom die je niet kan omkappen. Zou het hier in de buurt moeten staan? Maar ik zie het niet. Oosten van het wrak. Zeg dat er hier aloë staat. Maar op de kluffen zie ik helemaal niks van aloë. Dat we toch al een aloë gevonden hebben. Ergens hebben we die toch toevallig geplukt dat we die niet gevonden hebben. Weet je, we gaan die opeten. Gaan eens kijken of dat nog voldoende was. Ja. Oké, dus dan hebben we hier daarnet toch eentje gevonden. Zal dat die sterretjes geweest zijn die we op de rotsen zagen? Bij onze val kijken. Terwijl het weer stil aan het donker begint te worden, de dag loopt weer op zijn einde. Is dicht gegaan. We gaan even het vuur aanmaken. Dan eens naar de val kijken. Hoe halen we daar nu? Stok hebben. Ja, ah, zo. Eerst kloppen. Dan hebben we dat kompas niet meer nodig. Dan kunnen we allemaal wegdoen. Lucifer in de plaats zetten. Dan hebben we nu de konijntje, of ja, nee, de eekhoorn was het. Zo, nou we dat op het vlees leggen. En onze val terug herzetten. Dat hoeft hem wel meenemen. Is ons eten klaar?
Lekker ingevuld maagje. En dan gaan we weer. Oeh, dat was niet zo slim, lijkt mij. Dan liepen we eventjes in ons eigen vuur. Gelukkig hebben we dat uitgekregen. Is wel ons vuur maar uitgegaan. Dat was al helemaal niet slim. En dan hebben we een mooi vers vuur. Opzij leggen. En dan moeten we nog even. We kunnen nog niet gaan slapen. Het is nog te vroeg. En nog eens kijken. Waar kunnen we nog? We kunnen ook een watercollector. Dat moeten we misschien maar eens gaan bouwen. Met die schildpaddenschil. Dat we gehaald hebben, kunnen we zo eentje maken. Voilà. En dat gaat dan water voor ons opvangen als het regent. Kunnen we nog iets maken? Eens kijken voor dingen te maken hier. We kunnen de huiden ook gebruiken. Als armor, dus ik ga het misschien eens proberen. Als we het hebben, nee, niet meteen. Misschien moeten we nog eens proberen van een zo dadelijk we hebben iets in de val zitten hier. Een stok nodig. Kijken. Dan ook een kleine tuin maken zelfs. Dat is misschien nog maar vroeg.
daar gaan we misschien volgende keer nog wat eens over ophouden. Gaan we nu nog niet doen. We gaan deze aflevering beëindigen hier. We gaan slapen en ik zie jullie bij de volgende aflevering weer. En dan gaan we verder met van alles te verzinnen om te overleven. Tot dan!